Kom maar door. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Gierige Gasten. Ik ben Niels. En ik ben Joost. En ik heb er vet veel zin in vandaag. Want vandaag gaan we gratis naar een Eredivisiewedstrijd. Dat klopt, Jan-Joost. We staan hier in Nijmegen en we gaan naar de wedstrijd NEC tegen Willem II. Maar daar hebben we geen geld voor. Dus hoe gaan we daar proberen binnen te komen? Ja, wij doen ons gewoon voor als een Fox cameraploeg. En op die manier gaan we gratis ons daar binnen lullen. Nou, helemaal goed. Laten we naar het stadion gaan. Nou, goed, let's go. Oké, we staan nu voor het stadion. Hoe zijn we precies aan de jekkies gekomen, Joost? Dankzij Coffee Shop. Die vond het een heel leuk idee, dus thanks Coffee Shop. Nu moeten we alleen nog bedenken waar we naartoe gaan. Ja, en de rechter is niet het grootste uit. Ze denkt het best de rechter. Ja, ik denk het ook. We moeten in ieder geval niet via de hoofd ingaan. We moeten echt in de zij ingaan. Ja, laten we ingaan. Calais. Ja. Ben je met mij hier? Ja. Oké. Ja. Kom maar door. Ja. Dankjewel Jan Joost. We staan nu voor het stadion van NEC. De winterstop is voorbij. Beide teams staan er helemaal klaar voor. NEC tegen Willem II. NEC heeft natuurlijk een fantastische eerste seizoen zelf achter de rug. Met een topscorer, 11 doelpunten, Christian Santos. Ze hebben er ontzettend veel zin in hier bij NEC. Want het is voor het eerst sinds jaren dat ze weer Europa in kunnen. Aan de andere kant hebben we Willem II. Begon het seizoen wat matiger. Maar naarmate het seizoen vorderde kwam Lucas Andersson als ware kernspeler naar boven. Gaat het ze lukken om Willem II te verslaan? We zien het op 4:15 NEC tegen Willem II. Top, oké. Probeer maar nu, toch? Oké. Die jij het wordt? Ja, ja. Ja, binnen weer dan. Ja, misschien is het wel leuk voor de drieopnames om met de werknemers even shotjes te maken. Ja, als zij willen. Als zij willen, ja. Stuart. Ja. Het is wel leuk om langs het veld te doen dan. Ja. Laten we gewoon even binnen gaan. Ja. Ja? Ja. Niels? Gewoon deel van de antwoord. De antwoord kan er vanaf. Ja. De sfeer is hier fantastisch, hè, in Nijmegen. Denkt u dat het helemaal goed gaat komen, NEC weer Europa in? Ja, we doen het best. We doen het best. De mensen lachen hier, iedereen heeft er zin in. Wij zijn allemaal heel benieuwd wat ze gaan doen tegen toch wel goed presterende Willem II. Yes, ja, oké. Ga je door? Ga je door? Ja, maar die liggen zo binnen. Ja, dat is ja. Ja? Ja, en nu staan we opeens weer in Amsterdam. Want wat is er nou gebeurd? We zijn helemaal niet binnengekomen. We gingen het nog een tweede keer proberen. En toen ging het helemaal fout. Toen werden we gepakt door de security, omdat we dus allemaal verzonnen namen hadden doorgegeven bij wie we dat hadden geregeld, dat wij mochten filmen. Dat hebben zij geverifieerd. En toen bleek dat het helemaal niet klopte. Ja, en toen moesten we de camerabeelden inleveren. Ja, het was ook niet echt zeg maar de slimste actie van ons, want wij gingen naar vak H toe. En vak H staat dan weer bekend om zijn keiharde supporters aanhang van NEC. Ja. Die waren ook niet heel erg blij met onze komst, en de stewards ook niet. Nee. Dus vandaar dat het zo lastig ging. Ja, dat werd steeds heftiger daar. Maar goed, dat hoort er ook bij de gierige gasten. You win some, you lose some. Volgende week hebben we wel weer een hele vette aflevering. Die is al opgenomen en dat samen met een hele leuke YouTuber. Dus die mag je absoluut niet missen. Nee, zeker kijken. Abonneer ook even. Ja. Want wij gaan zeker nog een keer proberen om naar een voetbalwedstrijd gaan, toch? Gratis? Ja, gratis. Daarom. Maar mocht jij een leukere of een betere manier vooral hebben om gratis voetbalstadion binnen te komen, dan moet je die even plaatsen in de reacties hieronder. Want ja, je
wij kunnen eigenlijk wel wat hulp gebruiken daarin. Ja, en wie weet zie je dat dan wel weer binnenkort op ons kanaal. Als jij nou een wens hebt, hashtag gierigasten, dan moet je dat even op de social media plaatsen. Wie weet zit jij volgende week wel bij ons in de uitzending. Zo is het maar net. Later! Later!